Hey, goeiedag, Jeroen hier van Survivor & Coaches. En vandaag gaan we het hebben over blaren. De beginnende survivor runner zal nog wel eens blaren krijgen. De een heeft er wat meer aanleg voor dan de ander, ik tenminste wel. Maar ook wat ervaren survivor runners komen hier en daar nog wel eens blaren tegen. Tenminste, ik heb al 2 jaar lang geen blaren gehad en nou met mijn afgelopen wedstrijd 2 weken geleden opeens weer wel. Nou, wat zijn nou blaren? Hoe ontstaan ze? Hoe kun je ze voorkomen? En wat moet je doen als je ze eenmaal hebt? Kijk mee. Bij blaarvorming treedt de irritatie op van de onderhuid. Daarbij ontstaat vaak ontstekingsvocht. De voornaamste oorzaak van blaren is overmatige wrijving. Het kan ook zijn overmatige druk, maar dat komt bij survivoren minder voor, zeker op de handen. Ook factoren als temperatuur en vochtigheid spelen een belangrijke rol. Nou, ben je gevoelig voor blaren, probeer dan dus die overmatige wrijving te voorkomen. Naar mijn ervaring ontstaat die wrijving vooral bij horizontale hindernissen. Onder andere triangels, pakplanken, enteren, bandjes onderlangs, apenhang kan het ook ontstaan. Nou, dit zijn een paar tips om te zorgen dat je zo min mogelijk kans hebt op blaren. Allereerst, vermijd die hindernissen. Het is natuurlijk niet ideaal, maar je zorgt er wel voor dat je de blaren voorkomt. Eén ding wat je sowieso kan doen, is om te vermijden te klimmen met natte handen en ook geen waterhindernissen te nemen. Oké, mijn tweede tip is om niet door te klimmen tot verzuring. Vaak als je lange combinatiehindernissen klimt, ga je verzuren in de onderarmen en heb je minder grip in je handen. En zeker bij horizontale hindernissen ga je dan compenseren met de wrijving van je handen. Dan ga je helemaal je handen op deze manier om het touw slaan en zo ontstaat die wrijving en daar ontstaan die blaren door. Dus probeer dat in ieder geval te voorkomen. Klim niet te lang door in combinatiehindernissen. De derde tip is om af en toe met handschoenen aan te trainen. Niet te veel, want dan ga je geen ilt creëren op je handen. En dat wil je wel. Je wil dat je handen wat ruwer en wat stugger worden. En bij wedstrijden mag je niet klimmen met handschoenen aan. Dus dan zul je alsnog blaren krijgen als je alleen maar traint met handschoenen aan. En mijn laatste tip is om je handen voor een training in te smeren met kamferspiritus. Dit zorgt ervoor dat je handen wat droger en stugger worden en het voorkomt dat je handen te veel gaan zweten. Dit is een goede tip die je meteen kunt gebruiken. Nou, stel je hebt dus al blaren. Wat doe je dan om te zorgen dat je zo snel mogelijk weer de touwen in kan? Nou, zoals ik al zei, vorige week heb ik tijdens een survivor run voor het eerst in tijden weer eens blaren opgelopen. Dat was tijdens het Open NK RUC in Kootsertillen. Nou, RUC is een afstand, dat is langer dan wat ik normaal loop, namelijk BSC. De hindernissen zijn zwaarder en het zijn er ook meer. En tijdens die hindernissen wordt vaak meer van je gripkracht verwacht. Dat kenmerkt de RUC-wedstrijden. Nou, daarom ontstonden er bij mij dus blaren. En zeker tijdens de eindhindernis, er was een pakplank, verschillende pakplanken opzij. Die moest je zo vastpakken en daaraan heb ik mijn hele handen opengehaald. En inmiddels zijn ze een week later alweer redelijk hersteld. Ik kan weer klimmen. En dat komt doordat ik de volgende stappen heb ondernomen. Allereerst zorg dat je de blaar goed ontsmet. Als er echt vochtophoping is opgetreden, kun je met een steriele naald een klein gaatje prikken, zodat het vocht eruit kan. Vervolgens is het belangrijk om het te ontsmetten. Gebruik hiervoor jodium, maar een hot tub vol met Biotex werkt ook. Daarnaast is het belangrijk dat de wond zichzelf gaat genezen. En het beste is gewoon om dat aan de lucht te doen. Ja, dat is niet altijd even haalbaar, want je moet vaak gewoon nog werken met je handen. Dan kun je er een blarenpleister op plakken of gewoon een pleister met wat tape eromheen. Om te voorkomen dat er nog meer vuil in komt en dat het weer gaat ontsteken. Want dat wil je kost wat kost voorkomen. Nou, na een paar dagen of zo zul je merken dat de blaren wat droger worden. En dan is de kans groot op scheurtjes binnen de nieuwe huid die ontstaat onder die blaar. En dat probeer te voorkomen door je handen in te smeren met vaseline. Nou ja, wil je dan weer gaan trainen, is dus handig om van tevoren je handen in te smeren met kamferspiritus. En in mijn geval was dat binnen een weekje dus weer te doen. Nou, gebruik deze tips om
verstandig om te gaan met blaren. Heb jij een betere of andere manier om met blaren om te gaan? Dan hoor ik het graag van je. En zo leren we weer van alles van elkaar. Ik zie jullie bij het volgende filmpje waarin ik het ga hebben over verzuring. Wat is nou verzuring? Hoe ontstaat het? En wat kan je eraan doen? En hoe is het te trainen? Dat is een onderwerp, daar wil ik wel goed beslagen ten ijs komen. Dus ik ga daar eerst even wat research naar doen. En dan zien jullie mij bij dat filmpje. Later!